Op alle spoorwegstations vinden koffieverkopers steeds gretige handen die zich uitstrekken om een verwarmende dronk aan te pakken. Koffie wordt ook geserveerd in de treinen, zowel op de grote trajecten in het binnenland als op de internationale lijnen, waar de kop koffie vaak samen gaat met een gezellig zitje. Maar het station Driebergen spant de kroon. Daar rukt een hele familie van zusters, neven en nichten uit wanneer op de drukke lijn een trein wordt verwacht. Passagiers die geregeld op deze lijn reizen weten al welke ontvangst hun te wachten staat. De koffiefamilie heeft er een eigen systeem voor. Ze regelt het zo dat ze de hele trein in één keer kan bedienen. Als de verkoop eenmaal begint, moet het snel gaan, want Driebergen mag dan na Brazilië het grootste koffieland zijn. De trein blijft er maar heel kort staan. Extra druk was het met de paasdagen, toen treinen vol militaire verlofgangers geholpen moesten worden. Met de treinen verlaten ook heel wat kartonnen bekertjes Driebergen. Die belanden kilometers ver op de spoorbaan en leveren daar dagelijks werk voor de opprikkelateur, een gepensioneerde spoorwegbeambte die dapper stand houdt in de voortdurende bekercompetitie met de slordige drinkers.